En super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben Vrona aan het invlechten, want ik ga een proefje doen van Bianca Schoenmakers. Ik heb er echt heel veel zin in en ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat gaat. Want ik ga vandaag even een koeienbalk heen springen. Iemand hier is zo lief geweest om super mooie balken te maken en dat is cool geworden. Ik ben heel erg benieuwd. Of je niet aan het touwtje wil eten daar. Dat is niet de bedoeling. Hij is helemaal wit van het speeksel. Ik ben Tessa, ik ben 12 jaar oud en ik zit op Verona's KWPN met 18. En vandaag ga ik mijn parcours laten zien. En je niveau? En mijn niveau is BB. Nou, ga maar. Pixie B. Stap eraf gelopen. Mag namelijk niet onderbroken zijn. Zondag en het is bijna 10 uur, want wij gaan vandaag saampjes op buitenrit. Yay! En we gaan proberen om vandaag weer naar het strand te gaan. Ja. Neem de GoPro mee. Dit keer neem ik de GoPro mee, dus ik ben heel erg benieuwd of de GoPro het haalt. Ja, en of wij het halen, is ook altijd weer spannend. Vorige keer hebben we het maar aan een paar andere ruiters gevraagd van waar is het. Toen wees ze ons de weg, dus dat was wel heel fijn. Nou, jullie zien het vanzelf wel. We zijn aangekomen op de Arkelhoeve. Nogal vroeg en daar zijn de lessen bezig, want dat mag eindelijk weer beginnen. Dat is wel echt super fijn. En onderweg naar Blondie en Veron. En dan hebben we hier bij het eerste Blondietje. Hi. Hallo, zegt Blondie. Hallo, Verona. Hey. Oh, goedemorgen. Ik ga even spullen pakken en dan ga ik Blondie denk ik even opzadelen. Voordat ik ga poetsen en zadelen en zo, ben ik wel heel erg benieuwd hoe het met Uvera gaat. Ze is nog niet aan het bevallen. Dus het duurt nog wel even, denk ik. Mijn moeder die gaat zo Verona daar ook doen. En die is nu even lekker gaan kwebbelen. Dus ja, ik doe hem even open. En ik doe hem weer dicht. Zo, bam, 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 bam. Hier. Nou, Blondie poetsen. Wat bij Blondie's maan ook heel makkelijk is, je gaat er een paar keer doorheen. En je poetst eigenlijk de viezigheid er wel uit. Dit gaat nog wat worden. Leeg, maar we zijn inmiddels van het strand terug op de terugweg. Pony is achter. Want terug kan Verona altijd. Dat is geen enkel.
we zijn weer terug. Dinsdag vandaag, bevrijdingsdag. Dat betekent eigenlijk een vrije dag. En dat wij vanavond... met het gezin wat gezellig gaan doen. Dus de paardjes zijn vrij. Die staan nu op de wijk. Zullen ze overheen lopen. En wat gaat ons Tessaatje doen? Ik ga eten aan de paardjes geven. Ja, ik wil even mee naar de slower. Je lijkt wel een reclamefilmpje. Ja, het is een beetje... tegenlicht. Met ze krijgen, ja, ze krijgen slobber en oerbalans en 18 plus en nou ja, alles. Dus Tessie gaat de grote emmer met slobber weer pakken. Nou, ik zie hier dat hij een beetje is gebroken, dus er moet er nog meer water bij, waardoor het nog zwaarder is. Ah, oké. Ik help je wel. Graag. Tillen. Zo, hier is Borisje. En daar zijn de meisjes. Boris vindt het zonder de meisjes ongezellig, maar de meisjes zonder Boris ook. Dat is op zich wel interessant. En hier... ons Veroontje. En dan, ik loop wel even door. En dan de pony. Lekker hoor. Zo, er was een weidagje vandaag. Ja. Een weidagje, wij hebben... een film gekeken en een weidagje met de paardjes hebben op de wei gestaan. We gaan lekker eten. Ja, we gaan gourmetten. Omdat het vandaag bevrijdingsdag is. Zo zien we ze morgen weer. Ja! Morgen. Tot morgen. Ja. Het is vandaag woensdag. En we zijn hier, we waren hier al vroeg in de ochtend voor, voor wat? Komen jullie binnenkort achter. En ik ben nu bezig met Boris te starten komen. Ik weet niet wat hij heeft gedaan, maar waarschijnlijk heeft hij gerold. Want hij zit weer helemaal onder. Ik heb een klein beetje haast, want ik ga naar de les doen. Baby mama, be pregnant, we wait too long. Ik ben aan het instappen met Boris, nu even niet, ik sta nu even stil. Daan gaat zo eerst even op Boris en dan ga ik even kijken hoe zij vandaag rijdt. Dat ik daar zelf ook stukjes uit kan pakken om zelf toe te passen, want dat wordt voor mij dan wat makkelijker. Dus Daan gaat eerst, dan ga ik er eventjes op. Nou, eerst gaat Daan er eventjes op, dan ga ik er eventjes op. En dan, is Boris klaar voor vandaag. Daar is Daan. En check allemaal even wat ze aan heeft voor assemble. Er zijn toch weinig mensen die zo gaan paardrijden, denk ik. Ja, dat is ook eigenlijk niet de bedoeling. Ik denk als Steve dit ziet, dat ze ook niet heel blij wordt. Ja? Nou, Steve haar shirt. Oh! Dat maakt het wel leuker. Wat ga je doen vandaag? Boris stemmen. Nee, ik ga even Boris rijden. Boris heeft een paar dagjes vrij gehad. Dus ik stap nu eerst even op, dat ik hem even kan voelen. En dan... en omdat ik dat wil. En ik weet het echt niet. Ik heb hem hier op 9 gezet. Krekels in mijn hoofd. Ik heb deze week krekels in mijn hoofd. Ik heb het ook nog weer voor elkaar. Ik weet het niet. Slaaptekort denk ik. Okay. Hoi. Lijnachtig iets aan het maken. En dan ben ik benieuwd hoe ik het zo doe vervolgens. Ja. Nou, ik heb eerst even een kwartiertje, 20 minuutjes op Boris gereden. Boris was wel even een beetje op zoek naar mij, wie de baas was vandaag. Maar dat ging eigenlijk wel heel goed. En ik had wel het idee dat Tess daar ook mooi wat van kon profiteren. Dus het ging eigenlijk wel heel goed. Hé, Borisje? Donderdag
vandaag en we gaan even buiten ontstappen. Misschien nog wat anders, maar het gaat erom dat we even een uurtje naar buiten. Tessie loopt even langs de weg, omdat de paarden toch niet goed... Ja, ze zijn niet bang, maar je bent toch, als je ziet, het is maar een klein stukje en daar is de weg. En ze rijden hier echt als idioten zo hard. Niet normaal, je mag hier 60. Ik denk dat sommigen met 120 voorbij komen. En soms ook nog van die knetterende uitlaten of keihard toeteren of weet ik veel wat. Dus zeker voor Tess en Blondie is het dan verstandig om er vooral naast te blijven. Voor mij is het eigenlijk niet echt een optie, want voor ons eigenlijk beter te houden als ik erop zit, dus daarnaast. De regels zijn blijkbaar versoepeld al vandaag en niet maandag pas, want ik zie dat nu hier bij het sportcentrum het helemaal vol staat, bij Verburg. Nou, dat hebben we de hele coronatijd niet gezien, maar als ik zo kijk, dan hebben ze volgens mij hier de regels nu al versoepeld en het is vandaag... hoeveel is vandaag, Tess? 7 mei en volgens mij mag het pas vanaf 11 mei. Maar het ziet er naar uit zo met al die fietsen en al die auto's. Dat ze nu alvast de regels aangepast hebben en niet pas 11 mei. Nou, hier is mijn neusje Berestein. Dus ik snap wel dat je onder de man wedstrijden kan gaan doen hier. Nou, dat je gewoon op je paard stapt en dan naar een manege gaat, wedstrijd rijdt en weer terug gaat. In principe hoef je natuurlijk niet met een trailer in. Dat zou je als instappen kunnen beschouwen. Dan kun je gelijk draven. Die is een beetje geagiteerd van alle, ik denk van alle beestjes. Maar we zijn op de terugweg en alweer bijna uit het bos uit. Het was een lekker buitenritje. Oké. Nou, daar zijn we weer. Helemaal gezellig bij Rebecca en bij Tess en bij Blondie. En mijn grote vriendin die hiernaast staat. Die gaan we zo ook eventjes checken. Superleuk, helemaal gezellig mee knuffelen. Eerste indruk. Ik kom aanlopen en ik zie al gelijk een hele andere pony staan met de laatste keer. Ja. Het? Ik heb er ook echt in de laatste tijd zien groeien, niet alleen in de hoofd, maar ook in de spieren. Zie jij dat ook? Ja, vooral erg veel rondingen. Mooie, mooie billen zitten erop. De rug wordt steeds voller. Ja, steeds vollere rug. En ze is waarschijnlijk ook wel, toch ook door de trainingen, maar ook door de stabiliteit nu weer. Hè? Alles valt weer op zijn plekje. Ja, en dat heeft gewoon weer tijd een nodig. Aangekomen ook. Ook dat. Ze wordt weer wat ronder in de buikje. Het heeft gewoon even tijd nodig. Maar rollen door Gijs nu? Nee, zo erg is het niet. Ik ga weer beginnen met palpatie. Zoals altijd. Even weten wat er weer onder mijn vingers zit. Kijken hoe ze ervoor staat qua spierspanning, spiertonus. En dan gaan we weer de zadels aanpassen, want ik kan me heel goed voorstellen dat de zadels nu niet meer helemaal goed in balans liggen door de veranderingen van de pony van Blondie. Ja. Ja, ik zie altijd wel wat. Al rij je een week, zie ik ook wat. En dat geeft ook niet. Dus er is altijd wel wat te knutselen voor mij. Want je hebt gewoon te maken met druk natuurlijk van de ruiter van het paard. Dus dat maakt niet uit. Maar ja. Dit is gewoon usual, laat maar zeggen. Pakken we dit juweeltje erbij. Even kijken hoor. Aan je kussens te zien, zet ze je heel erg op links. Wie? Op links. Klopt dat? Ik weet niet wat je bedoelt. Ik zie dat je kussen aan de linkerkant veel meer ingedrukt is als rechts. Dus waarschijnlijk zit er meer druk op links dan op rechts. Merk je dat? Links is makkelijker te rijden dan rechts. Ja, omdat ze je daar laat vallen. Ze laat je dan op links vallen. Ja, dus rechtsom is moeilijker. Ja. Dat is moeilijker, ja. Ja, dat klopt. Want als je rechtsom moet, dan zit links vast. Want daar zit die druk. Dus dat klopt. Ja. Dat is mooi. Ja. En dat zie ik terug in de druk in het zadel, in het panel. Dus dat geeft niks, dat ga ik sowieso corrigeren. Dat is gewoon trainingstechnisch is dat allemaal op te lossen. Daar ben je allemaal goed mee bezig. Het kan zomaar zijn dat de volgende keer andersom is, hè. Okay. Dat is trainen.
Ja. Dus dat is prima. Hij ligt een beetje te los ook van achter. En je ziet ook het dieptepunt van het zadel. Als je zo je paard hebt, dan ligt het dieptepunt zo. Dus je zit nu niet in het midden, maar je zit eigenlijk hier. Ja, dat klopt. In plaats van hier. Ja. Dus dat gaan we fixen. Oké. En dan zit je weer mooi recht. Ja. Toch niet in één keer dat niet je in één keer dat daar je zit. Nee, het gaat heel zachtjes. Ja, dan ga je dan zo en dan ga je een beetje zo en dan steeds meer. En op een gegeven moment komt er beweging in het zadel en dan gaan mensen zeggen van, hé, je zadel beweegt. Maar eigenlijk is het proces al een tijdje aan de gang. Ja. En dan in één keer is het zover. Ja. Dus, nou ja, daar zijn wij weer voor. Meis. Oké dan. Oh ja, dan ziet het er wel een stuk beter heel uit. Anders, heel anders, hè? Ik zie nu ook dat de bovenkant hoger zit. Dus ja. Nu zit ik meer... Je zit nu meer hier, zo. In het midden. En net zat je hier. Zo dat, dus net lag hij een beetje zo overdreven. Als dat nu gaat gebeuren, dan doet dat best pijn. Ja. Nou, weet je, ik heb hem natuurlijk best wel weer onder handen genomen. Dus hij moet wel weer eventjes... Inklinken. Ja, hij moet gaan vormen weer. Omdat ik er wel wat aan geknutseld heb. Dus, maar dat geeft niet. Dat is na 3 keer rijden, 2 keer rijden, is dat weer helemaal prima. Go with the flow. Ja. Maar je zal het wel merken als je weer rechtop zit. Zullen we hem even testen voor de zekerheid? Dat ik je even zie rijden? Ja hoor, is goed. Dan weet ik eventjes, dan kan ik zeker weten dat ik het goed afsluit. Nou, we zijn klaar met testrijden en we zijn helemaal tevreden. En Tessa die kan weer lekker aan de slag met Blondie. Zowel met springzadel als met dressuurzadel. Nou, Suus is geweest. Blondie en Frona zijn verder vrij vandaag. Dus die gaan lekker op de wei. Vanmorgen zijn ze in de molen geweest en los geweest. Dus nu lekker op de wei. Na de buitenrit van gisteren. Daar is de blonde pony. Daar. Dan gaat Tess nog op Boris rijden. Omdat ze natuurlijk best wel veel filmen. Laat ik ze vandaag even met rust een keertje. Want het is ook wel eens fijn om gewoon te rijden zonder een camera erbij. Dus dat wordt vandaag. En dus wij gaan afsluiten. Dan gaat Tess zo doen. Oh, nee, ik doe het wel zelf. Meiden staan lekker op de wei. En Tessa die gaat nu in overdrive. Momentje, dan ga ik even weg. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Ik zie jullie graag morgen weer bij een nieuwe video. Dus tot morgen.